Ik sta hier op het landgoed Ulleberg. Deze in 1923 door Gerry Delcourt Crumpen ontworpen baan is een uniek overgebleven voorbeeld van hoe golfbanen vroeger in Nederland eruit zag. De eerste golfbaan in Nederland, de Haagse, is aangelegd in circa 1890 door John Duncan Dunn. Tot in 1923 waren alle banen maar 9 holes. Het was heel belangrijk dat de banen makkelijk te onderhouden waren, omdat er weinig spelers waren en nauwelijks personeel. Banen waren veel ruiger dan vandaag de dag. In de beginjaren was golf een echte avontuur. Vaak meer een gevecht tegen de natuur dan de makkelijk en eerlijke spel dat we nu kennen. De Ulleberg, net als veel van de vroegere golfbanen van Nederland, is aangelegd op heidevelden. Heide groeit heel langzaam en als het een paar keer per jaar kort gemaaid werd, bleven de heidefairways redelijk bespeelbaar. Deze heidebanen zijn uniek in de wereld en de Ulleberg is de laatste overgebleven exemplaar. De enige gras dat te vinden is op een heidebaan zijn op de kleine vierkant verhoogde afslagplaatsen en op de smalle greens. De heide fairways zijn redelijk goed bespeelbaar, zeker als je een ouderwets hickoryclub gebruikt dat een scherpe onderkant heeft. Maar de rough is heel taai en als je je bal überhaupt terugvindt, is pitchen terug naar de fairway vaak de enige optie. Bunkers waren diep en ruig. Ze waren nooit aangeharkt en heel vaak hadden spelers uit oude voetstappen moeten slaan. De crossbunker was een favoriet hindernis van oude baanarchitecten. Die liepen schuin over de hele fairway en vaak precies op de afstand waar de afslag neerkwam. Crossholes waren vroeger ook vaak te zien. Vandaag ondenkbaar vanwege de gevaar. Een crosshole liep schuin over elkaar. Hier op de Ulleberg loopt hole 3 in deze richting en hole 9 op die kant uit. De greens waren heel langzaam in vergelijking met nu. Om een idee te krijgen van de snelheid van de greens van toen, zou je op de fairway van een moderne baan nu moeten putten. De greens van toen waren ook heel erg hobbelig. En om stuiteren tegen te gaan, hadden de putters van toen ongeveer 10 graden hellingshoek. En dat betekent dat een put leek meer op een chip and run dan een moderne put. Double greens zoals deze waren populair, onderhoudbesparend en gebaseerd op de old course van St. Andrews. De banen en het golfspel in de beginperiode van het Nederlands golf was niet altijd even eerlijk. Geluk en pech speelden een grote rol. Maar omdat matchplay de belangrijke speelvorm was, accepteerde iedereen dat je pech kon hebben. En het maakte wedstrijden onvoorspelbaar en interessant.